Hoi, 1 plus 1 is 2. 1 vierde is 25%. En als je de taal van 9 wil weten, doe je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En precies andersom. Maar, wat weten de HVA-studenten nou nog een beetje van rekenen en wiskunde? We gaan er vandaag naar kijken. Oké, de eerste som is... min 5 min min 6 is... 1. 1. Ja, dat klopt helemaal. Min 5 min min 6 is 1. 1. Ja, dat is 1. Hey, lekker jongens. 1. 1. Ja, heel goed. Min 11. De tweede vraag is, wat is 3 plus 40 keer 0? 0. Nee, dat is fout. Oh, nee, nee, 3. Dat was 3. Oké, wacht, 3. Ja, netjes. Goed zo. 0. Nog een keertje denken. 3, want ja. Ja, waarom? 40 keer 0 is 0 plus 3 is 3. Helemaal goed. Is 120? Nee. Sorry, ja. Nee, dat is ook niet het goede antwoord. Is 3. Ja. Ja. Dat is wel het goede antwoord, ja. 43 gewoon? Nee. Wacht. 3. Ja. Is 0. Nee. Nee, niet. Dat is niet waar. Dat is 3. Ja. 43. Nee. 0. Nee, ook niet. Oh, 120. Nee, ook niet. Is dat 0? Nee. Is dat 43? Nee. En de laatste is, hoeveel procent is 4 vijfde? 80 procent? Ja. Ligt op het puntje van je tong? Ja, 80 procent? Ja. Oeh, even nadenken hoor. 80. Ja, klopt helemaal. 4 vijfde is 80 procent. 80 procent. Wacht. Hoeveel procent is 4 vijfde? 80. Ja. Dat was hem. Netjes. Ik dacht dat het een strikvraag was. Ja, hij was makkelijker dan je dacht. Dus, de HVA-studenten zijn op zich, nou, zo slecht is hun rekenen nog niet. Maar vooral als het gaat om combinaties met keer en plus, dan gaat het gelijk de mist in. Maar wil je nou weten hoe goed de HVA-studenten zijn in taal of in topo? Dan kan je daar klikken en hier kan je abonneren. En dan hoop ik jullie binnenkort weer eens een keer te zien met een nieuwe video. En dan ga ik nu op de camera afrijden. Doei!